is Bianca van Gleuvendal. Ik ben uw presentatrice vanavond bij Diner Mee met de FC, de Cash Show. Want jullie hebben allemaal een lekker bordje eten gekregen van FC Utrecht. En ja, dat is rondgebracht bij 600 verschillende mensen. Leuk, hè? En ja, dat is in 10 gemeentes uitgedeeld. Dus mensen die toevallig televisie kijken, moeten niet zeggen, ik heb niks gehad. Hè, kan je even zo goed zelf even een prakkie warm maken. En dan ga je er lekker bij zitten, want dit wordt een geweldige kerstjo, dames en heren. En nou ja, mijn naam is dus Bianca van Gleuvendal. Dat heb ik geloof ik al gezegd. Ik presenteer vanavond, dat is voor mij nieuw, vanuit zo'n fantastisch stadion, de Galgenwaard, met de kerstman op zijn achtergrond. Leuke vent, hè? Iets te oud voor mij. Maar goed, dat maakt niet uit. Hè? We gaan er gewoon een fijn feestje van maken. Dit is allemaal waargemaakt door en zowel RTV Utrecht als zowel FC Utrecht als terwijl hè, vanuit het hart. Vanuit het hart wil zeggen mensen. Hè, die doen zoveel maatschappelijk, zoveel mooie dingen. Hè. Dat is eigenlijk, ik zal maar zeggen, een manifest geweest van FC Utrecht in 2017-18. Zal ik maar zeggen, hè, 2017-18 hebben ze besloten, we gaan wat doen voor de, nou ja, de beetje sociaal kwetsbare mensen. Mensen die het niet zo gezellig hebben. Die alleen nog maar thuis zitten. Hè, of misschien met z'n allen. Maar jullie zitten lekker in elk geval. Lekker thuis met een bordje op schoot, mag ik hopen. Heb je ook een leuk jurkje ongedaan? Want je kan gewoon je pantoffels aanhouden. Dat is het voordeel dat het... Normaal gesproken hebben we hier een feest natuurlijk. Hè, zoveel mensen bij elkaar. Maar dat kan je niet. Moet op 1,5 meter afstand. Nou, lekker is dat. Maar mensen, we gaan niet klagen. We gaan feest vieren. Kerst. Feest met een mooi pakje on. Ik heb ook een heel leuk pak on gedaan. Het heeft wel gekost hoor. Het is Louis Vuitton. Dus, maar goed, ik denk, ja, je presenteert natuurlijk. Ja, het gaat niet om mijn eigen. Hè, het gaat natuurlijk ook om alle mensen om je heen. Maar ja, je presenteert. En er wil toch even heel gelikt uitzien. Dat je misschien nog hierna meer mag presenteren. Begrijp je wel? Want ja, mensen zeggen altijd, weet je, tegen mij ook, Bianca, je ziet er zo fantastisch uit. Weet je, omdat gewoon ook een hele... Nou ja, ze zeggen vaak, je bent een lekker wijf. En lief ook, want ik heb ook zo'n gouden hart zelf. Hoor, want ja, ik sta hier ook belangeloos. Bijna tenminste alleen voor reiskosten dan. Maar goed, ik heb opgegeven dat ik in Australië woon. Nou ja, maakt niet uit. Het gaat gewoon, ik ben gewoon een gouden hart. Dat zegt iedereen. En mijn mooiste eigenschap is misschien wel dat ik zo bescheiden ben. Maar het gaat niet om mezelf. Het gaat om mensen die zich allemaal hard hebben gemaakt voor jullie, voor de kwetsbaren. En mensen die van FC Utrecht houden. En daarom gaan we nu naar een repo van... Nou, een reportage is dat. Repo zeggen ze in het vak. Maar een reportage van niemand minder dan een enorme FC-fan. Nou, de voetballers zullen het wel kennen. Hier is Beb Lachenbek. Goeiedag. Goeiedag. FC Utrecht-fan. Lully eigenste Beppie Lachenbek is ook van de partij. Ja, ik zeg ook, ik moet erbij, want ik ben de grootste fan van FC Utrecht. Ik zit altijd te kijken, alles waar voetbal en zo. Vind ik leuk, hoor, vind ik leuk. Maar wat het is, af en toe verliezen ze. Ze verliezen en dat vind ik soms jammer. Want ik weet waar het aan ligt. He, dat is dat gras. Ze knippen het niet goed bij. Hier en daar zit een kuiltje. En dan heb je net dat 10 centimeter naast gehad. Ik zei tegen mijn buurman van de week nog. Hij zei, je weet er niks van, Beb. Ik zei, ik weet er alles van. Ik ga het bijknippen. Ja, kijk. Dat bedoel ik nou hier. Hier heb je die middenstippel. En wat zie je ernaast leggen? Een hondendrol. Beetje een flats. En dan weet ik het wel. Dan heb je van Seumeret hem zijn hond hier even uitgelaten. Hij zegt, een goede mes. En dan hoopt hij dat de tegenstander eraan komt. En uitgeleid. Oh god, ja. Daar lacht hij. Ze zijn niet gek hoor, bij FC Utrecht. Hoor. Beppie Lachenbek is niet achterlijk hoor. Behalve vrolijk is ze ook slim. Want wat ik nou ga doen. Ik ga loopgraven zo. Gaat het maaien dat die voetballers precies weten hoe ze hem in dat doel moeten krijgen. Die bal moet erin, 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 de strijd gaat beginnen. Heroes in Lululul, beroemd plekje.
De plek heeft vorige keer hadden ze hem net niet erin. Was strafschop, en kregen ze een schop erachter. En toen mocht hij vrij trap en toen ging het mis, omdat dit niet goed bijgeknipt is. En dan ga ik nou precies bijknippen dat die bal niet weg kan glijden en dat hij er gewoon een keer in gaat. Zo gaan we dat doen. Kukuk. Geloof Beppie Lachenbek nog maar. Kom helemaal goed. Nou, ik heb het veldhek spikkerspan. Nog had ik even kijken naar de voetballers. Of het daar helemaal in orde komt. Dat, oh god. Dat is te veel voor mij nu. Oh, knappe kerels en daar nog half naak. Maar ja, hou maar even lappie ervoor waar ik kijk even niet. Maar lullen gaan zo voetballen of niet dan? We gaan zo voetballen. Gewoon zo voetballen. Ja, ik ga het even kijken wie de tegenstander is. Dat is goed. Of lullen winnen kunnen. Ja, gaat lukken. Als ik dat lijf zie, dan hebben ze al gewonnen. Kijk, zo'n blote kerel heb ik al lang niet meer gezien hoor. Dat is wat voor Beb, daar had ik van dromen. Ik ga dan eerst even kijken wie de tegenstander is. Kijken. Knok, knok, knok. Is zie de... Oh, de tegenstander. Kom erbij, jongens. Hoe heet de lully? Donovan. Daan. En Daan. Daan. Met een puntje uit zijn tong. Daan. Want hij mist twee tanden, hè? Toen niet met voetballen gebeurt, hè, Jochie? Nee. Kom erbij. Kom erbij. God en Viro staan. Want ik moet even van lully weten in deze kerstmistijd. He, lullie gaan voetballen tegen de Old Stars. Zijn natuurlijk keigoed, maar lullie zijn jonge sterren. Lullie zijn echt jong. 9, 8 en 7, wat was het? Nou, lullie gaan de toekomst maken. Zijn lullie ook goed voor Joop en Joma? Ja. Dat wil ik. Dus laat die ouwetjes even winnen dan. Laat ze winnen. Kom maar, een beetje deze kant op, jonkies eerst. Ouwetjes daarna, ja. Nou, allemaal even jong. Ja, kijk, zo soepele ze nog zijn, hè, allemaal. Echt soepele spieren. Ja, heel goed. Kijk eens, talent. Toekomst voor FC Utrecht, die jachtische steengoed. En gaan we terug naar de studio, naar die Bianca van Gleuvelen. Nou, u zag het, dat was mevrouw Beb Lachenbek, een echte supporter. Hè? Helemaal niet agressief, gewoon vredelievend en zo moeten we wezen, want het is kerst. Vredelievend, mekaar er doorheen helpen. En je zag er ook bezig met de Old Stars en met de jonge nieuwe sterren. Dat gaat allemaal helemaal goed komen. Hè? Daar gaan we straks nog meer van horen. Maar dames en heren... Deze show heeft niet alleen maar, sommigen zeggen, repo's. Hè? Nee, deze show heeft ook hele mooie zangers en zangeressen. En dat vind ik zo leuk, want dan maakt het ook feestelijk al je muziek erbij. Hè? En nou is hier binnengekomen een fantastische zangerts. Want hier komt Michael Omen. Michael Omen, hallo. Fantastische zangerts. Tjonge, jonge, je bent wel een hoge omen, hè? Ja. Het is een hele hoge omen. Oh, leuke vind, knappe kerel. Ik had hem eigenlijk nog nooit gehoord. Nou, niet gezien, maar je kan ook zingen, zeg maar. Dat doe je dan ook. Ik ga het wel proberen. Je gaat het proberen. Hoor die stem. Mooie, diepe stem. Leuk, hoor. Heb je ook een vrouw die daarna luistert, zo 's avonds? Nee, ik ben single. Zo. Single. Dat is jammer, hè, met kerst. Zit je helemaal alleen op de bank. Ja, we moeten wel 1,5 meter afstand houden. Maar als we straks uit die camera's zijn, kunnen we misschien wel wat dichterbij. Hè? Je gaat zingen voor ons, heb ik gezien, Driving Home for Christmas. Hè? Dus je gaat met de auto. Heb je een leuke auto? Ik heb een leuke auto. Oh, leuk. Leuk ook, hè? Ja, dat moet je hebben, hè? Dan kom je overal als je een vriend hebt met een auto. Zal we zo... Ik moet wel naar huis, ook hierna. Dus misschien kan jij... Ja? Ken je mijn driving home? Leuk, jongen. Nou, hartstikke leuk. Doe je best, hè? Knoppert. Nou, Michael Omen. Driving home for Christmas, I can wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah.
while I'm moving out of line. Well, it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away. Driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I get there. Top to toe and tail back. I got red lights all around. But soon to be a freeway, I get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can hear me when I get through. I feel you need me, driving in my car, driving home for Christmas. Driving home for Christmas, with a thousand memories. Say you look at the driver next to me, he's just the same, just the same. Top to toe, winter back. Well, I got red lights all around. I'm driving home for Christmas, yeah. I get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can hear me when I get through. I feel you need me, driving in my car, driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. Driving home, driving home, driving home for Christmas. It's gonna take some time. I'm driving home for Christmas. It's gonna take some time. I get there. Applaus, applaus, applaus. Het hele stadion staat op zijn kop voor je, jongen. Dankjewel, dankjewel. Kun je toch thuis ook vertellen, hè, dat je het hele FC Utrecht stadion plat hebt gezongen, hè? Geweldig, wat heb je een warme stem. Ik stond achter, ik kreeg gewoon helemaal warm van binnen. Helemaal zo, van die warme, prachtige stem. Michael, we zien elkaar, hè, lieverd. Nou, leuk, hè. Wat een geweldige ster is dit. Echt waar, die Tom Jones kan wel inpakken. Maar goed, mensen, er komen nog meer zangers en een zangeres. En ik zelf ben natuurlijk ook, ja, dat is gewoon al leuk dat ik erbij ben. Hè, want mensen zeggen ook altijd, je ziet er echt geweldig uit. Dat is leuk op die buis ook. Maar in elk geval, dus nou gaan we weer ook eens kijken, want we hadden net al wat oldstars op het voetbalveld gezien. Maar mensen, die oldstars doen zoveel goed. In hun vrije tijd gaan ze allemaal bij de armen en de kwetsbaren. En wij vonden dat die eens even helemaal in het zonnetje gezet moet worden. En daar hebben we iemand op afgestuurd. Die, nou, ze is net begonnen als reporter. Net als ik eigenlijk. Het is allemaal nieuw. Ze heet mevrouw Eddy. Ze heeft eigenlijk, ja, een rare naam vind ik het. Maar tegenwoordig mag zij, ja, ze heeft gewerkt als naaiste bij de koningin, noem maar op. Ze heeft bij de Marfa, bij Schiphol, ze heeft zoveel gedaan. Een 06-lijn heeft ze nog gehad. Maar nou ja, alles liep mis. Maar nou gaat ze haar geluk beproeven als, nou ja, media mevrouw. Ze gaat interview doen met die o zo belangrijke, voor FC Utrecht, o zo belangrijke Old Stars. Hallo! Kunt je mij nog, tot je mij nog kunt, tot je nog wist wie of tot ik was. Die keer is ook eens een keer geweest was, die ik nou nog steeds hetzelfde ben, maar dan iets een beetje anders. Want ik heb weer een nieuwe baan, jongens. Ik ben nou, mag ik interviewen doen voor mensen? Gewoon interviewen, dat je mag vragen hoe ze heten zo. En dat je dan wat mag vragen aan ze. Dus dat is helemaal nieuw en hartstikke leuk werk, echt hartstikke leuk werk. Maar ik ben een beetje nerveus. Ik moet even kijken, want ik moet naar de charity box.
van mensen met een goed en gouden hart. Omdat ze ook een heel groot hart hebben en zo. Dat ze heel veel goeds doen voor anderen. En die mag ik gaan interviewen. Goed, ik ben echt een beetje nerveus. Maar komt dat ik ook zenuwachtig ben. Dan ben je altijd nerveus. Als je zenuwachtig bent, word je heel nerveus. Dus dat heb ik dan. Zo, dan ben ik hier tot ik hier bij de heren ben. Tot het er twee zijn. Dat kan iedereen goed zien. En tot ik nou vragen stellen. Met ook namige vragen en alles. En tot we weten wie het ook zijn. Want, ik zit hier naast meneer Jan van Koetsveld. Meneer Jan van Koetsveld, kunt u eigen even voorstellen, ook tot u uw naam erbij zegt, tot iedereen weet wie u bent? Natuurlijk wil ik me voorstellen. Ik ben Jan van Koetsveld en ik ben een van de All-Stars die jij komt interviewen. Ja, nou hoor je het. Hij is een van de 30 All-Stars. En dan zit daar naast u ook nog iemand, omdat iedereen de casino in beeld zit gewoon. En is ook een All-Star. En u bent Ben Douwens. Kan u eigen ook even voorstellen? We moeten wel even... Wacht even hoor. Ja, want we moeten 1,5 meter afstand. Omdat ik geen mondkapje heb. Kan u ook uw naam even voorstellen? Ik ben Ben Douwens. Ook een All-Star. Ben Douwens. Hallo. FC Utrecht. De All-Stars. Ben Douwens. En Jan van Koetsveld. Wat hebben wij al een fijn gesprek, hè? Nou. Ik moet nou vragen stellen. Tot hebben ze me voor gevraagd dat ik hier het interview kan doen. En ook liefst tot de diepte interview is. Door niet hoger je bol hebt, maar gewoon echt de diepte van je eigen, vanuit je hart. U was allebei beroemde sterren. Was u vroeger beroemd? Wij konden wel een balletje trappen, maar niet op zo'n hoog niveau zoals Utrecht speelde. Nee, niet zo heel hoog. Gewoon tot de tweede verdieping. En u ook, ja? Ik zat ook op de eerste verdieping. U zat nog op de eerste. Eerste verdieping, ja. Maar heb jij ook wel gescoord, of u, meneer Jan van... Oh, mag jij zeggen. Kan je zien hoe lekker het al gaat. Toen je echt al, dat is belangrijk, toen je familiaire sfeer krijgt. En tot jullie ook haar eigen thuis voelen. En tot hij gewoon zegt, je mag mij Jan noemen. Dan heel fijn. U mag mij ook wat tatoeëren. Nog even iets, misschien een gewetensvraag, maar u voetbalt met elkaar. Dat is geen gewetensvraag, maar gewoon. Het is een vraag voor mijn geweten, dat ik het even weet. Ja, bij de All-Stars. Oh, bij de All-Stars. Vroeger niet. En u komt ook voor kwetsbaren. Ook, ja. Ook. Binnen FC Utrecht vallen wij onder maatschappelijk. Oh. Die ons trouwens heel goed verzorgen. Dat is niks op aan te merken. Zo, ja? Ja, en wij doen natuurlijk ook, via maatschappelijk doen wij ook dingen in het KWZ voorlezen en zo. En scholen voorlezen. Voorlezen. En we bezoeken bejaardentehuizen om... Leuk. Tik terug is een... Tik terug, wat leuk. Tik terug. En u doet dat ook, Ben? Ik doe het ook, ja. Via dagverblijven. Dagverblijven. Dan lieten we die film zien, de fusie van Utrecht. Bijvoorbeeld, dat was eigenlijk bij Velox. Ja. Nou, en dat zijn dus ook oudere mensen. En ja, die zien dat leuk, hè? Die zien herkend. Als je iets herkent, tot je terug ziet, dan zeg je, ja, dat was vroeger zo. Ja. Dan ben je blij. Ja, daar was ik ook bij, hoor je vaak. Ja, daar was ik ook bij. Ja, dat hoor je. Ja, dat is zo mooi ervan. En ik binnenkort ga ik ook wel naar een bejaardenhuis misschien hoor. Dus dan kan ik ook gaan kijken. Maar eerst ben ik nog media reporter nou hier. Dus tot we al heel veel gevraagd hebben, dacht ik zo. Vanuit het hart. 30 All-Stars van de 2 hier zitten. En gewoon op een stoel ook. En die gewoon alles vertellen vanuit hun hart. Vind ik prachtig. Mag ik u hartelijk danken voor dit diepe, diepe, intens diepe, diepte interview. Dan ga ik nu terug naar de studio. Dan ga ik nu terug naar Bianca. Bianca, het ging hoske goed. En veel leuke... Nou moeten ze mogen knippen, of niet? Ja, mensen. Zo zagen wij de Old Stars. Geweldige mensen. Die doen allemaal leuke dingen. Hè? Alles vanuit het hart. Tikkie terug, ik noem maar wat. Of walking voetbal. Gewoon dat je langzaam een beetje voetballen kan. Een beetje bewegen. Ze willen mensen in beweging hebben. Maar jullie hoeven nou niet te bewegen hoor. Gewoon lekker op de bank zitten. Hè? Lekker kolompjes aan. Hè? Neemt er een borreltje bij. En wat nog belangrijker is mensen. Er staan weer 2 ontzettende mooie kerels achter mij. Tenminste 1 zit. Hè? Dat is Aaron de gitarist. Maar dit is Dennis Kroon, dames en heren. En die heeft zijn eigen ook al zo
veel ingezet voor de arm en kwetsbare. En die, oh, hij is ook goed voor zijn oma en voor zijn moeder ook, heb ik gehoord. Zeker, ja, heel leuk. En ja, het is dat ik al met Michael heb afgesproken. Maar we kunnen even horen hoe jullie je best doen. Hè? Gaat het lukken? Zitten alle snaren er nog op? Ja, Aaron zegt, hij doet het. Laat eens horen. Ja hoor, het is helemaal lijf. Vanuit het Galgenwaard stadion. Hoe is het mogelijk, hè, dat FC dit voor jullie waar maakt? En vooral Dennis Kroon. Doe je best. Met, oh, ik moet er even bij zeggen, de Christmas song van Nat King Cole. Zo is het, hè? Nat King Cole. Ja, exact. Ja. Ja, wordt ook een beetje nat. Nou, ik ga. Dank je wel. Ja. Dus Nat King Cole. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes on a glow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. Lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 till 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. It's from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Ik moest gewoon even bij huilen. En dat jij met die kou, want het is koud. Nou, ik heb even jasje aangedaan. Jij ook. Geen één keer gekucht. Ook mag je niet aanraken. Anderhalve meter.
Goed. Bedankt. We gaan even ruimte maken. Veldje koud. Ja, ja, lieverd, want anders krijg je het op je keeltje. Hè? En het is zo'n mooie zongstem. Een lijster. En jij ja, heel ook. Ja. Jij bent net... God, hoe heet die gitarist ook weer? God, dan weet ik het niet meer. Nou ja, Jimi Hendrix. Dat, ja, ja. En dan hebben we goochelaars. En dat is zeker niet de minste. Het is niet Hans Kazan. Het is ook niet Hans Klok. Dames en heren, Magic Roy van Rossum. Wauw, kijk nou eens. Daar ben je zomaar uit de lucht komen vallen. Ik zat al te kijken, waar kom je vandaan? Goed hoor, echte goochelaard. Ja. Leuk hoor. Roy is de naam, ja, van Rossum heb ik gehoord. Absoluut. En je hebt een tafel meegebracht, zie ik. Ik kom wat magie brengen. Ja, moet ik daarin kruipen of zo? Of kunnen we niet? Proberen, ze zijn leuke beelden. Mag ik je dan doorzagen? Het is nou liever niet. Okay. Nee, nee. Je hebt je geen assistent. Ja, dat is dus misgegaan vorige keer met doorzagen. Nee, daar ga ik terecht niet in hoor. Ik bedoel, hier ben ik al doorgezagen en vanochtend ook. Maar ja, voor de rest, nee hoor, niet helemaal. Gaan we niet aan maar lieverd, hoor eens, gaan we goochelen? We gaan goochelen, maar ik vind het leuk om de mensen thuis... ook mee te laten doen? Natuurlijk, kijk, de mensen die zitten te kijken. Dus als dat we nou eens even ik. Allemaal... Zo, even die handjes los. Wil je, doe je mee? Nou, dat is goed ook, want het is koud hier, hoor. Ja, ja, mensen zo. Thuis niet je glas omstoten dan, nee. Hè? Gewoon even zo precies. Doen, ja. Zo. En wat moeten ze dan? Zo. Ja. Wat gaan we goochelen nou? Zo, en dan doen we zo. Dan doen we die handen in elkaar. Wat moet je doen? Nog even zo. En dan die handen zo. In elkaar. In elkaar, zo, ja. Dan tel ik tot drie, maar ook Tante Annie in houten meedoen. Ja, ja. En dan tel ik tot drie, ja. En dan doen we hetzelfde, ja. En dan moeten we omdraaien, ja. Twee, drie. Oh. Wacht, dat lukt mij niet. Nee, hoe doe jij dat nou? Ja, goed. Hoe heb je dat gedaan? Ja, dat is magie. Nee, joh. Ja. Nee, joh. Ik snap er niks van. Kijk, je doet zo en dat gaat niet. Ja, het zal wel een truc zijn dan. Zeg, hè? Ja. Maar je hebt het een beetje koud, hè? Ja, een beetje koud. Heb ik wat voor. Heb je wat voor heb mij? Ik wat voor. Ik heb wat meegenomen. Ja? Je kan even je handen warm in deze zak. Oh, ja. Nou, in deze zak. Ja. Ik heb wel even lekker warm. Even, ik ben een andere zak gewend, maar ja. Ik heb een hele lekkere winterjas. Ja. Ja. Mag ze er allebei in? Ja, tuurlijk. Ja, lekker even. Flink god. Nou, mooi hoor. Zijn ze warm? Ja, heel warm. Dan mag je de rits open doen. Niet mijn gulp, maar de rits alsjeblieft. Ja, ga je gaan. Wat beter ondeugend. Ja, dat komt door jou. Ja, mensen zijn soms ondeugend. Jammer is dat, hè? Nou. Hè? Vind je niet? Ik heb dat gelukkig zelf helemaal niet. Maar dit ritsje kan ik wel even openmaken. Ja, toch? Ja. Kijk nou. Kijk eens even. Oh, ja. Ho. Hallo. Nou, dat vind ik... Kijk, ik ken ook goochelen. Ja, zie je wel? Mooi, nou, he? Leuk. Mag je hem weer dicht doen? Mag hij weer dicht. Hij mag weer dicht. Nou ja, dan wordt het ook wel weer zo'n bekend geluid. En nou hebben we hier natuurlijk mooie rood-witte doekjes. Ja, de FC Utrecht. Van... Tuurlijk, dat snap ik wel. Dan ga je geen blauw en groen meebrengen. FC Utrecht, dan zeg je wit en rood. Hè? Nou, mag ik ze erin dan? Nou, dat was maar... Zou je ze één voor één erin willen doen? Eén voor één. Ik voelde het al lang dat ik het doen moest. Dat is één. Ja. Gek, hè? Dat je dan denkt, ze leggen de naaste modder er vast in. Ja. Dat dacht ik al. Je hebt talent. Ja. Absoluut. Nou, echt. We zouden wel samen naar Las Vegas kennen. Nou. Toch? Hé? Ja. Maar ja, het zit allemaal op slot. Ja. Ja. Nou, nee, ik ga met Michael. Ja, nee, die denk ken ik. Ja, dat is een goede vriend. We kunnen samen. Okay. Ze zitten erin. Ja? Alle vier. Echt waar. Laat de mensen even kijken. Natuurlijk. Ze zitten erin, hoor. Want ik ken die goochelaars. Ineens zijn ze eruit. Zo gaat het. Precies, oké. Okay. Ja. Als ik nou een beetje blaas en je doet een magische spreuk, gaan we eens kijken of we voor jou een hele mooie rood-witte FC Utrecht sjaal hebben kunnen maken. Echt waar? Ga je gaan. Blauwe job. Ja. Kijken. En nou mag je. Ja, mensen. Let op, hoor. Kijk eens. Nou. Nou, kijk nou uit. Kijk eens even. Wat een talent. Kijk nou uit. Wat een talent. Oh, sjaal. Een lekkere lekker. Sjaal. Nou, daar was ik aan toe. Dank je wel, Roy. Echt, hè? Lekker, hoor. Zo. Zullen we nog eentje doen, gaan? Ja, nou, doe er nog één. Ik weet niet of ik wat bij misschien kun je die kerstman ook tot leven brengen. Ja? Kijk nou toch, gaat het goed? Ja, volgens mij zit hij ook te... Wat zie jij nou te doen? Oh, god, kijk nou eens wat COVID kan doen. Dat gaat niet goed. Oh, kan het hierin? Doe het daar maar in. Oh, dat is verschrikkelijk. Kijk. Hij trekt zijn darmen eruit, man. Spaghetti. Wat is dit, joh?
Wat komt er bij die vent uit zijn mond? Hou het niet op. Kom even hier aan mij. Even. Oh, oh god, je wordt er helemaal eng van. Moet je thuis niet doen hoor, met je FC-diner. Want dan gaat het niet goed. Oh. Kan ik nog door? Dat houdt niet op. Wat corona niet van mensen kan maken. Wees maar blij dat je... Oh. Oh, dankjewel. Leef je nog? Nu weer wel. Zat een beetje dwars. Nou ja, dat kan ik me eigen voorstellen. Maar lieverd, gaat het met je? Nou, ik moet zeggen, je hebt echt talent. Dat wel, hè? Ja, dus ik heb je ervan afgeholpen, hè? Ik voel me stukken beter. Ja, heel goed. Leuk? Ik vond het enig. Een nieuwe sjaal. Ik vond je fantastisch. Mag ik hem houden? Mag ik hem jou. Houden? Dank je wel. Ik zou je bijna willen zoenen, maar ja, het mag niet, het is corona. Dus dat gaan we zeker niet doen. Maar dank je wel, lieverd. En dat je maar veel succes mag hebben. En anders als je nog eens een assistente zoekt. Alleen als je naar Lachvegas gaat. Oh, ik de slingers, jij de microfoon. Zo is dat, kerstman. Hé, krijg ik de microfoon. Kijk, hij komt ook tot leven. Het zijn magische slingers. Hè. Maar in elk geval, mensen, we gaan het feestje voortzetten, hè, kerstman. Ja hoor, want er zijn geweldige zangers en zangeressen vanavond bij me konden gekomen. En als klap op de vuurpijl, nou dat is werkelijk buitengewoon bijzonder, hebben wij hier een fenomeen, een ster, hier in dit FC Utrecht stadion. En dat is Belinda Kinnaar. Hallo Belinda. Hallo. Ja. En wie bent u, als ik vragen mag? Tony Rober. Oh, Tony Rober. Zo. Nou, Ronnie Tober. Oh, Ronnie Tober. Nee hoor, ik maak een geintje, vent. Jij bent de ster, het fenomeen, dat weet toch iedereen in Nederland. Wie kan jou niet? Dat zeg ik wel. Wie kan jou niet? En jullie gaan een lied zingen. Ik heb het in de repetities al even mogen horen. En ik was gelijk ontdaan. En ik vond het prachtig, prachtig. Hoe jullie elkaar hebben gevonden in de muziek. Echt waar hoor, Belinda. Nou, Ronnie. Nou, Belinda. Doe je best, hè? Dank je wel. Kerstman gaat ervan genieten. Ik ook. Dank je wel. Het is eindelijk. Ja. Weer kerstmis. Eindelijk kerstmis. Nou, ik vind dat de tijd al hard gaat, hoor. Het is eindelijk weer kerstmis. Het is de mooiste tijd van het jaar. I'm driving home. Toch gewoon. We zijn gezellig bij elkaar. Het is eindelijk weer kerstmis, jingle bells en stille nacht. Een kaars voor het raam, de lampjes aan, hier heb ik zo lang op gewacht. Ho, ho, de mistletoe, wil jij een kus misschien? Nou, Ronnie, doe het licht eens aan, ik kan geen hand voor ogen zien. Het is eindelijk weer kerstmis. En bier ook voor je staat. Zeg hallo, we geven lachcadeau. Dat is waar het om gaat. Zeg Belinda, ja? Doet er niet zo raar. Wat dan? Ik heb dat ding al lang gezien. Het is eindelijk weer kerstmis. Warme glühwein in de kou. Wij met z'n twee, ik heb het allerbeste kerstfeest met
Maar ik heb een fantastische zangeres naast mij staan. Die heeft het prachtige liedje van Leonard Cohen. Halleluja. Belinda Kinner. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the Babel King composing hallelujah, 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 hallelujah. When faith was strong, you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew. Is how to shoot somebody who went through, yeah. And it's not a cry that you hear at night. It's not someone who has seen light. It's a call and it's a broken applaus, ongelooflijk. Halleluja, wat een mooi lied zeg. Prachtige dame Belinda. Dankjewel. Ja, wat een mooie afsluiter, maar we zijn er nog niet helemaal. Want we willen natuurlijk wel even laten zien wie er allemaal nog hebben opgetreden. Met z'n allen jongens. Het toetje is misschien in antocht thuis of heb je het al op? Niet misselijk worden, hè? Maar je kan ook zelf gewoon wat lekkers nog pakken. Bakje koffie met een bonbon. Maakt niet uit als je hem hebt leggen. Maar we gaan lekker afsluiten dit fantastische kerstfeest. We hopen dat met de Old Stars, hè, en met FC en met RTV Utrecht en FC Utrecht, dat we jullie een beetje gezelligheid hebben gebracht. Maar het is nog niet klaar, want we doen nog even een grote medley. Wel op afstand, hè, 1,5 meter. Ja, allemaal. Ik vind het zo jammer, hè. 1,5 meter. Kom wel goed. Nou, we gaan het doen. Hè? Daar gaat die medley. Kerstliedjes. Die we allemaal mee kunnen lallen. Vanaf de bank. Heerlijk. Zorg dat je in de mood bent. Hè? Wijntje erbij. Sleep as we high and listen. Down the lane. Snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a window on the land. A
Is the bluebird here to stay? Is the new bird? He sings a little song as we go along, walking in a winter wonderland. Mag hij ook nog? Solo? Ja. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Missing you alone in oh so many ways. It's gonna be a cold and lonely Christmas without you. Missing you, my darling. In oh so many ways. Rudolph the Red Nosed Reindeer. Oh ja. And a very shiny nose. Ik heb ook een rode neus. And if you ever saw for the cows. It, yeah. You would even say it glows. Thuis zit je lekker warm. All of the other reindeer. Oh. Used to last call her. Yeah. They never let poor Rudolph join an ugly reindeer game. Ja, vals was dat. Dash nee, niet zingen hoor, maar dat in a one horse open sleigh. Rudolph niet mee mag doen. Darling, so we go. Hey. Laughing all the way. Ja. Bells on bobtails ring. Making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Wow. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Oh, ja. Ja, mensen. En dan komt er nou onze Roy nog erbij. Roy, je hebt ook zo zijn best gedaan, Roy van Rossum. Daar dromen we allemaal van. In dit Galgenwaardstadion. Alle FC Utrechters. Iedereen veel geluk. Oh, kijk eens. Moet ik assisteren? Nee, toch? Kijk eens. Oh, doet dit niks? Oh. Wat hebben we nou? Sleigh. Oh, kijk nou. Hoe krijg je het voor mekaar, hè? Hoe krijg je het voor mekaar? Nou, als dit geen feest is, jongens. Hè? Omgeven door zoveel fantastische mensen. Zoveel liefde. Zoveel prachtige liefde. Mensen, we moeten helaas afscheid nemen. Thuis moet u maar lekker een bakje koffie gaan doen. Hè? En ja, ik kan het nog een paar keer terugzien. Dat is zo leuk, hè? Je kan het de hele avond draaien. Houd erop. Is toch ook leuk? Jongens, niet mopperen. Veel geluk.